Met veel kabaal en vaak in grote groepen zie je ze in graslanden, op akkers of langs rivierarmen foerageren. Ganzen. Een controversiële beheermethode om ze aan te pakken is het bijeendrijven van de vogels als ze in de rui zijn, om ze vervolgens te verstikken met CO2. Hubertusvereniging Vlaanderen is al jaren pleitbezorger om die manier van verdelgen te vervangen door een weidelijker alternatief. Uit een rondvraag bij 2000 Vlamingen blijkt dat de jagersvereniging niet alleen is in haar afkeuren voor deze praktijk. Maar liefst 95% van de deelnemers keurt ganzen afvangen en vergassen af. Hoe kan het dan anders? Wij zien een heel belangrijke rol weggelegd voor de jager en die dat ook perfect kan. Als je kijkt naar de aantallen afschot, en dan denk ik aan Limburg, denk ik aan Oost-Vlaanderen, dan staan die in vergelijking met die vangsten bijvoorbeeld, die afschotcijfers zijn hoog, hè. Die zijn zelfs meer dan zo'n eenmalige afvangactie. En dat is ook het voordeel dat de jager heeft. Die heeft eigenlijk de wetgeving in steun om het hele jaar door actie te ondernemen. Met die afvangacties zit je met een heel korte, laten we zeggen, venster. En je gaat dan eigenlijk op een heel korte termijn een actie ondernemen. Maar de schade is al lang opgetreden. De maanden daarvoor is die eutrofiering al gebeurd. Zijn er al graslanden kaalgevreten, om het zo te zeggen. Dus ja, dat is te laat. En dat is eigenlijk ook het absurde aan de hele situatie. Het afvangen en vervolgens verstikken van de ganzen gebeurt in opdracht van lokale en provinciale overheden en natuurorganisaties. Sommige van die partijen uiten doorgaans heel wat kritiek op de jachtsector, terwijl deze aanpak ook zijn zwaktes kent en bij veel mensen achterdocht wekt. Nochtans heeft iedereen baat bij transparante communicatie. Jan, een Oost-Vlaamse jager uit de groenrijke omgeving van de Schelde, heeft elk jaar zijn handen vol aan ganzen die zich in zijn jachtrivier vestigen. De vele waterpartijen en de voedingsrijke graslanden maken zijn jachtgebied ongewild tot hun ideale biotoop. Ik denk dat de laatste 15, 20 jaar hebben we hier vrij veel ganzen die ook verblijven en kweken. Van de trekkende ganzen hebben we eigenlijk niet zoveel last en niet zoveel schade. Maar de blijvers die verblijven hier op de oude Scheldearmen meestal. En, of in een paar natuurgebieden. En die veroorzaken wel, vooral dan in de graslanden, redelijk wat schade. Grauwe en Canadese ganzen zijn van oudsher trekvogels. Maar de populaties die we vandaag bij ons aantreffen, blijven het hele jaar door in Vlaanderen. Alleen in de rui trekken ze naar grote waterrijke gebieden. Door hun permanente aanwezigheid leent de jachtwetgeving zich het jaar rond uitstekend tot het beheren van ganzen. Bovendien is jagen een weidelijk alternatief voor het selectief afvangen van de vogels. Het ganzenbeheer is eigenlijk een heel mooi dossier om weidelijkheid uit te leggen. En ik denk HVV staat altijd voor de weidelijke jacht. En soms hebben we moeite om dat begrip uit te leggen, maar ik denk in het ganzenverhaal dat dat perfect kan. Waar de gewone jacht en de bijzondere jacht met het geweer eigenlijk een selectie gaat uitvoeren binnen een groep ganzen. Je gaat ze nooit allemaal schieten. Je gaat dat ook op het moment doen dat die gans alle kans heeft om eigenlijk weg te vliegen. En daar in schril contrast staat dan bijvoorbeeld bestrijdingsacties zoals het bijeendrijven en het vergassen. Eventueel ook het eieren prikken, ja, dat is ook redelijk weerloos. Maar dat is eigenlijk de visie die HVV heeft. Gebruik dat cascadesysteem. Eerst heb je de gewone jacht, dan de bijzondere jacht en dan als uiterste redmiddel heb je die afvangacties. De jagers weten wat er speelt in hun rivier. Ze zijn er immers het hele jaar door aanwezig. Een halve eeuw aan doordacht beheer maakt van Jans jachtgebied een oase van rust voor het aanwezige wild. 50 jaar geleden is mijn vader begonnen met het opbouwen van een jachtgebied, een jachtrivier. En daarvoor hebben we heel wat zaken gerealiseerd. Er zijn bossen aangeplant, er zijn vijvers uitgeruimd, geruimd, uitgekeust. Weiden onderhouden, weiden die we ook braak laten liggen. En die we maaien heel laat, nadat de fazantenkuikens en de jonge hazen volwassen genoeg zijn om te kunnen ontsnappen. Er worden natuurlijk ook gevoederd, wildakkers worden aangeplant en onderhouden. Waarbij we dan het systeem toepassen dat we tweejaarlijks werken. Waardoor dat er ook zaden zijn die terug inzaaien en waar dat de
het wildbestand ook in de winter zijn nut van heeft. Ongewild vormt deze groene Scheldevallei ook een uitstekend biotoop voor ganzen. Door hun aanwezigheid veroorzaken ze heel wat problemen. Niet alleen voor aangelande landbouwers, maar ook voor de lokale biodiversiteit. Ik denk dat we voor wildschade door ganzen een onderscheid moeten maken tussen de akkerbouwgewassen, waarbij dat wij in ons jachtgebied er weinig, relatief weinig last van hebben. Anderzijds zijn er dus de weiden waarop door de begrazing en ook door het vertrappelen door de ganzen dat er heel wat schade optreedt. En bovendien is er daar het grote probleem van de hele grote hoeveelheid uitwerpselen die dieren achterlaten en die door uitloging en afspoeling terechtkomen in de oppervlaktewaters, die palen meestal aan die weiden. En waardoor dat er een heel groot risico is en waardoor we ook vaststellen dat er een grotere vorm is van algenvorming. Jan is als jager principieel niet tegen het afvangen van ganzen. Ook op zijn jacht wordt de praktijk toegepast. Wat hem wel stoort is het gebrek aan flexibiliteit van andere partijen om ook jacht op ganzen toe te laten in gebieden waarvan ze eigenaar zijn. Elk jaar vraagt men ons toelating om ook hier in ons jachtgebied ganzen af te vangen en te vergassen. Ik heb dat tot nu toe toegestaan. Ik heb er ook geen enkel probleem mee voor het ogenblik. Maar ik denk wel dat er in de richting van samenwerking met onder andere Natuurpunt, dat er een mogelijkheid zou moeten komen om ook bejaging of bijzondere bejaging toe te passen in die gebieden waar dat er geen jachtrecht toegestaan is. Met andere woorden, het probleem bestaat dat men op het ogenblik dat men schade heeft, dat men bejaging toepast, maar dat de ganzen zich gaan verschuilen in die natuurgebieden en die niet bejaagbare gebieden, zodanig dat in feite het effect van de bejaging teniet gedaan wordt. De ongrijpbare ganzen houden zich dus op in natuurgebieden net zolang tot de jagers vertrekken. Daarom dat het vergassen van ganzen vaak gebeurt in natuurgebieden. En precies daar wringt voor Hubertusvereniging Vlaanderen het schoentje. HVV heeft nooit een radicaal standpunt. Ik denk dat dat ook de sterkte is van onze vereniging. Maar ik denk wel dat je moet kijken enerzijds naar weidelijkheid. Dan hebben we wel een probleem met het afvangen en vergassen van ganzen die geen enkele kans hebben. Maar we begrijpen ook de problematiek lokaal. Je kan geen algemene regel toepassen als je lokaal ergens echt wel een probleem hebt. Waar wij voor pleiten is eigenlijk samenwerking. En samenwerking is een groot woord. Wil dat zeggen dat we samen door het veld gaan lopen of samen gaan jagen in natuurgebieden? Nee. Maar wat wel belangrijk is voor ons is, als je dan toch zo'n actie doet, communiceer daarover, zodat de omliggende WBE's ook nog actie kunnen ondernemen door eventueel andere soorten die niet in de rui zijn, die dan gaan opvliegen door die drijfacties, om daar toch nog acties op te doen. Communiceer en coördineer. Ik denk dat als we daar al mee kunnen beginnen, dat ook al een soort vorm van samenwerking is. Jacht als alternatieve beheermethode heeft nog een aantal andere voordelen. Als we gewone jacht ten opzichte van vergassing in de weegschaal leggen, zien we toch wel dat het in het voordeel van de jacht uitslaat. Enerzijds, het kost niets. Een jager is nog altijd een natuurbeheerder die het met eigen middelen doet. Ten tweede, je hebt het wildbraad. Ten derde, kan je je ook afvragen of er wel een groot maatschappelijk draagvlak is voor die afvangacties en vergassingsacties. Uit een enquête van HVV is gebleken dat er maar een heel klein percentage van de Vlamingen eigenlijk voorstander voor is. En anderzijds heb je dan ook nog de efficiëntie van die afvangacties en vergassingsacties. We zien dat die door de jaren heen eigenlijk altijd afkalft. Dus je kan je nog de vraag stellen van, wordt die dat laatste redmiddel, nu vaak ingeschakeld als eerste redmiddel, en verliest daar ook door zijn efficiëntie. Dus je kan jezelf dan afvragen van, waardeer die gewone jachten maar terug op, zodat die acties ook weer terug, als het echt nodig is, ook weer hun effect gaan hebben zoals het bedoeld is. Hubertusvereniging Vlaanderen reikt daarom de hand naar landbouwers en eigenaars van waterpartijen, om in eerste instantie lokale jagers aan te spreken bij een teveel aan ganzen. Want jagers zijn altijd in het veld aanwezig. Hun dienstverlening is kosteloos en bovendien hou je er een lekker stukje wildbraad aan over.